Nu vind ik het nog hartstikke chill, maar als we zo meteen naar het dorp gaan en je ziet het Olympisch pad en het komt dichterbij, dan gaat het toch wel aardig kriebelen. De vorige spelen in Rio heb ik op 300ste gemist, wat ontzettend balen was. Maar goed, nu ben ik er gelukkig bij, 5 jaar later. Op de 50 wil ik mijn snelste tijd ooit eigenlijk neerzetten. Hoofddoel is natuurlijk om finale te halen, maar dat willen ze allemaal. We mogen niet weg. Eigenlijk het enige wat we zien is de hotelkamer en het zwembad eigenlijk. Het blijft Japan. Het is natuurlijk hartstikke streng en ze zijn nogal de regels hier, wat ik op zich ook wel prima vind. Het is wel een beetje saai. Dus ja, maar we kunnen s'avonds in ieder geval met elkaar een spelletje doen op de kamer, dus dat is wel hartstikke.